Zijn jullie klaar voor de nieuwe Grey of the Day? Ik geef jullie volgende clue mee. Groot ijzerkristal. Grey of the Day is ding van de dag. Ik geef elke dag een clue mee om de kinderen eigenlijk te laten gaan zoeken thuis naar wat dat eigenlijk is rond dat thema. En de dag nadien krijgen ze de oplossing, krijgen ze het raadsel via de microles. Hebben jullie iets gevonden? Ja. Aha, ik ben benieuwd. Ik luister. Thomas, wat denk je? Het atomium. Zou kunnen. De microles is zeer kort, een kort lesje van maximum 10 minuutjes, waar we een beetje uitleg geven over die clue, over dat onderwerp. En we gaan er eigenlijk ook voor zorgen dat er een wauwfactor in zit. En je kan daar eigenlijk gaan overnachten, in van die minibolletjes. Je kan eigenlijk al je leergebieden in een Grey of the Day bereiken. Dat kan gaan over een plaats, over een gebouw of over een dier. Over weetjes die ze eigenlijk niet weten, van die speciale weetjes. Onze klas, 6 meter. 3 keer is de diameter van 1 bol in het atomium. En dan krijgen ze de laatste opdracht. Ze moeten eigenlijk aan minstens 1 persoon gaan vertellen wat die clue was. Ik kom zo thuis en dan vraag ze: wat heb je vandaag op school gedaan? En normaal zeg ik niks speciaals, maar nu kan ik echt zo zeggen van: ja, vandaag hebben we de Grey of the Day gedaan. En dat was het atomium of zo. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ik heb al eens gehoord dat de 9 bollen ook zo voor vroeger voor de 9 provincies. Ja, ouders die raken zelf enthousiast, gaan in kasten, gaan neuzen. Er wordt veel meer gepraat thuis aan de tafel. De kinderen vinden dat heel tof, dat zoeken. Je ziet die oogjes blinken. Je ziet, ja, ik heb al iets gezocht en ik heb het aan mijn postbode zelfs gevraagd. Dus dat enthousiasme vind ik geweldig om te zien bij de kinderen. Dat vind ik er zo heel positief aan.